In deze video gaan we uitgebreid kijken naar het aflossen of extra aflossen van je hypotheek. We nemen als voorbeeld de annuïteitenhypotheek en beantwoorden verschillende vragen zoals wat voor soort hypotheek dit nou precies is, hoe je maandlasten eruit komen te zien, wat er gebeurt op het moment dat je extra gaat aflossen en of het wel verstandig is om extra af te gaan lossen. In deze video maak ik ook gebruik van mijn eigen hypotheek en aflossingen die ik heb gedaan, dus laten we snel beginnen. In deze video wil ik dus uitgebreid gaan kijken naar het aflossen of extra aflossen van je hypotheek. Zelf heb ik drie jaar geleden het eerste huis gekocht en dus sinds die tijd is ook te maken gekregen met een hypotheek. En de gegevens zoals mijn hypotheek is, zijn als volgt. Ten eerste heb ik een annuïteitshypotheek. Dat is dus ook de type hypotheek dat we in deze video gaan behandelen. Het geleende bedrag van mij is €145.244. Dit bedrag heb ik geleend tegen 3,19% rente per jaar en de hypotheek en het rentebedrag staan zeg maar vast voor 30 jaar. Als eerste wil ik gaan kijken naar het type hypotheek. Nou, in dit voorbeeld en mijn hypotheek is een annuïteitenhypotheek en ik denk dat daar de meeste Nederlanders op dit moment voor kiezen. Wikipedia omschrijft deze hypotheek als volgt. Een annuïteitenhypotheek is een hypothecaire lening waarin voor elke termijn het aflossingsbedrag zo wordt gekozen dat de totale betaling, de som van de rente en aflossing per termijn, hetzelfde is en tevens aan het einde van de looptijd de gehele lening is terugbetaald. Het periodiek te betalen vaste bedrag wordt annuïteit genoemd. De reden dat veel mensen voor deze vorm van hypotheek kiezen zal ten eerste zijn dat het maandbedrag iedere maand hetzelfde blijft en ten tweede dat je ook daadwerkelijk aflost op je hypotheek. Vroeger, en misschien hebben jouw ouders of zo in de familie nog wel iemand gehad die een aflossingsvrije hypotheek had. En dat is volgens mij tegenwoordig niet meer mogelijk om die op die manier af te sluiten. Maar zoals de naam al deed vermoeden, was die aflossingsvrij. Dus je had een hypotheek en je betaalde maandelijks een bedrag. Maar dat was eigenlijk het rente op het geleende bedrag. Maar je loste niet elke maand af. Dit zorgt op lange termijn natuurlijk wel voor problemen omdat het geleende geld nog steeds blijft staan. En daar zie je ook dat overheid en bank op dit moment veel meer bezig zijn om mensen zich daarvan bewust te maken. Want 1 op de 5 mensen met een aflossingsvrije hypotheek weet niet dat ze dus niet aflossen op het geleende bedrag. En dat ze dus binnenkort te maken zullen krijgen met een bedrag dat ze af moeten lossen. En juist op die latere leeftijd, misschien ook al na 30 jaar, zul je zien dat ze bijna met pensioen gaan en dat hun inkomen dus heel erg afneemt. En dan krijgen ze dus te maken met een groot bedrag wat ze nog moeten betalen. Is het vaak niet mogelijk om een nieuwe hypotheek af te sluiten, omdat dus je inkomen door je pensioen bijvoorbeeld lager wordt. En ben je dus eigenlijk verplicht om je huis te verkopen om dat bedrag te kunnen terugbetalen. Zoals gezegd, volgens mij is het op dit moment niet meer mogelijk. En daarom is denk ik ook de annuïteitenhypotheek een veel gekozen vorm. Om al deze problemen te voorkomen is er dus de annuïteitenhypotheek. Ik denk dat deze vorm veel gekozen wordt, zoals gezegd, door de gelijkblijvende maandlasten. Die zijn in het begin, zoals op het laatste jaar, telkens hetzelfde. Dus dat is heel overzichtelijk en ook heel makkelijk voor de mensen. Als ze mijn gegevens nou invullen op een site als berekenhet.nl, dat is een site waar je heel veel dingen, zoals de naam al zegt, iets kunt berekenen, waaronder dus hypotheek, dan krijg je eigenlijk het volgende overzicht te zien. Laten we eerst even de gegevens voor het eerste jaar goed bekijken. We hebben dus te maken met een hypotheek van €145.244 en je ziet dat we daar in het eerste jaar €383 rente per jaar voor betalen. Ik los met deze hypotheek ook maandelijks een bedrag af. In het eerste jaar is dit €245 per maand. Naarmate ik aflos, neemt het bedrag dat ik heb geleend dus ook af. En omdat dat bedrag dus lager is, neemt de rentebetaling ook iedere maand af. De bruto maandlasten komen uit op €627 en dat blijft dus iedere maand zo. Dit is namelijk zo berekend dat dit het gemiddelde is, ook al veranderen de bedragen van de rentebetaling en de aflossing telkens. De netto maandlasten geven het bedrag aan dat je daadwerkelijk betaalt, nadat rekening is gehouden met de Belastingdienst, omdat een gedeelte van de rente die je hebt betaald je ook weer terug kunt vorderen en kunt verrekenen met je inkomen. Laat ook even het volledige overzicht erbij pakken dan, voor de volledige 30 jaar. En dan gaan we vooral letten op de betaalde rente, de aflossing en de bruto maandlasten. Je ziet in de tweede kolom ieder jaar de resterende hypotheek afnemen. Dit komt omdat we elk jaar aflossen op de lening. Hierdoor zie je jaarlijks ook de betaalde rente, kolom 3, afnemen. Omdat de betaalde rente afneemt, maar de bruto maandlasten elke maand eigenlijk hetzelfde blijven, wil dat zeggen dat je iedere maand meer gaat aflossen. Dat zien we ook terug in de vierde kolom, waar je kunt zien dat het bedrag waarmee je de lening aflost ieder jaar toeneemt.
de netto maandlasten nemen ieder jaar wel toe, zoals te zien is in de laatste kolom. Dit komt omdat we ieder jaar je eigenlijk minder rente betalen en dus ook minder rente kunt verrekenen met je inkomen bij de Belastingdienst. Maar wat gebeurt er nu als je besluit om extra te gaan aflossen op je hypotheek? Nou, nemen we weer even mijn hypotheek als voorbeeld. In het eerste jaar betaalde ik 627 euro per maand aan lasten. Na een tijdje heb ik dan besloten om extra te gaan aflossen. En laten we zeggen dat ik een maand dubbel betaal, dus dat ik een keer 627 euro extra ga betalen. Als we kijken naar de verdeling van de standaard 627 euro, zie je dat van deze betaling eigenlijk maar 245 euro wordt gebruikt om af te lossen op de lening. Wanneer je nou echter ook een extra maand betaalt, dus een keer extra 627 euro overmaakt, wordt die extra 627 euro volledig gebruikt om af te lossen op je lening. In plaats van 383 euro eigenlijk te betalen aan rente, wordt dus ook dat gedeelte van 383 euro gebruikt om je lening kleiner te maken. En je kan zien dat op die manier dus de volledige 627 euro wordt gebruikt om af te lossen op je lening. En dit zien we dan ook weer terug in mijn maandlasten zoals ik ze op dit moment heb. Als ik online inlog bij mijn eigen hypotheekverstrekker kan ik deze gegevens zien. En ook jij kan, als je een hypotheek hebt, online gegevens bekijken. Als je dan inlogt krijg je te zien wat je openstaande bedrag is en welke betalingen je hebt gedaan en hoe die dingen zijn opgebouwd. Je ziet dat ik op dit moment een resterende hoofdsom heb van 134.114,52 euro. En dat mijn maandelijkse lasten nu 619,20 euro per maand zijn. Nou, dit is dus lager dan die 627 euro waarmee ik begonnen was. Nou, hoe komt dit nou? Ik heb tot nu toe ongeveer 2000 euro extra afgelost. En omdat hiermee mijn lening dus ook kleiner wordt, neemt het te betalen rente eigenlijk af. En zoals je eigenlijk rechtsonder ziet, betaal ik op dit moment 356 euro aan rente per maand. En los ik 263 euro per maand af. En voorheen waren deze bedragen respectievelijk 383 en 245 euro in de maand. Is het dan ook altijd verstandig om extra te gaan aflossen? Nee, dat is niet altijd verstandig. Dat hangt een beetje af van je situatie. Ten eerste moet je geld wat je eigenlijk zeg maar over hebt gebruiken om extra af te lossen. En op het moment dat je af gaat lossen, of extra aflost, verlies je eigenlijk dit geld. Je lening is in dat geval wel kleiner geworden, maar je hebt niet langer die beschikking over die extra aflossing, over dat geld. Het geld is nu niet langer meer op je spaarrekening, maar daarentegen is dus wel je lening kleiner geworden. Daarnaast hangt het ook nog heel erg af van het rentepercentage dat je betaalt. Zoals je hebt gezien in mijn geval, ik betaal 3,19% rente. Maar stel ik ga geld gebruiken om te gaan beleggen, en daarmee behaal ik een rendement van zeg maar 9%. Dan is het voor mij verstandiger om dus geld te gaan gebruiken in beleggingen. Omdat het rendement dat ik daarmee behaal, die 9%, hoger is dan de rente die ik betaal. Die 3,19% aan mijn hypotheek. En daarom is het eigenlijk vooral verstandig om af te lossen wanneer je zo min mogelijk schuld wil hebben. Je beschikt over geld dat je eigenlijk over hebt. En op het moment dat de rendementen van andere investeringen niet opwegen tegen de rente die je betaalt voor je hypotheek. Tot zover deze video. Ik hoop dat het een informatieve video voor je was. Zoals gezegd maak ik 2 video's in de week over onderwerpen zoals deze. Dus als je nog geen lid bent van het kanaal, abonneer dan even op het kanaal. Vond je nou een leuke video, geef dan even een duimpje omhoog. Vond je het wat minder, geef dan even een duimpje omlaag. En laat ook in de reacties onder deze video weten waarom je het een goede video vindt. Of misschien wel wat minder vond. En mocht je vragen hebben, is dat ook de plek om ze te stellen. En dan zie ik jullie graag in de volgende video weer terug.